Goeiedag, mijn naam is Ronald Buiting. Ik ben directeur-eigenaar van het Ecoloos Adviesbureau Buiting Advies. En we houden ons bezig met natuur in het buitengebied, maar ook met natuur in de stad. Ik ga jullie meenemen naar een verhaal over de duurzame stad van 2050. In het kader van de groene stad van de toekomst. En in dat kader heb ik een presentatie ontwikkeld waarin ik jullie laat zien dat we op een andere manier naar de duurzame stad moeten gaan kijken. En daar hebben we ook een nieuw concept voor ontwikkeld. En dat concept heet de nieuwe waarde. En de nieuwe waarde, dat is een concept waarin we klimaat, biodiversiteit en gezondheidsdoelen tegelijkertijd in de groene omgeving willen realiseren. En dat is ook wel belangrijk, want als we ze allemaal naast elkaar gaan realiseren, dan hebben we niet genoeg ruimte, maar dan gaat het ook niet snel genoeg. Nou, in mijn verhaal laat ik jullie zien wat die nieuwe waarde dan betekent en wat de nieuwe waarde dan ook is. En vooral ook hoe je de nieuwe waarde kan gebruiken om nieuwe waarden met een en erachter te creëren. Het gaat om het geïntegreerd binnen de leefomgeving realiseren van projecten. En ik denk dat die kracht ook zit in het integraal aanpakken van deze uitdagingen. Ik zie zelf klimaat, biodiversiteit en gezondheid als hele belangrijke thema's. Naast natuurlijk de energietransitie, maar dit zijn zeker in de groene omgeving hele belangrijke thema's. En ik stel voor om die vanaf nu op elke plek binnen alle projecten vorm te geven. En dat doen we natuurlijk omdat we op weg gaan naar die leefbare stad van 2050. Nou, hoe doen we dat dan? De nieuwe waarden hebben we gezegd. We moeten het heel concreet maken. Dat betekent dat we aan 11 thema's gaan werken. En die 11 thema's zien jullie nu in beeld. Ik neem ze even door. Er zijn 3 thema's die ingaan op klimaat. 3 thema's die hangen aan biodiversiteit. En ook gezondheid. We gingen die dingen samen ontwikkelen. Ook gezondheid hebben we in deze thema's opgenomen. Daar hebben we 5 verschillende onderwerpen benoemd. Ik neem ze dus even door. Het eerste is het voorkomen van hitte-eilanden. Heel belangrijk punt, zeker met de temperaturen die we de afgelopen 3 jaar hebben gezien. Er zijn plekken in Nederland waar de temperatuur oploopt, een gevoelstemperatuur tot meer dan 50 graden. Nou, dat is heel ongezond. Zeker in combinatie met bijvoorbeeld overgewicht of obesitas. Voorkomen van wateroverlast. Nou, overal waar je maar kijkt, zie je dat dat bij een piekbui echt een probleem is. Dus dat zouden we ook iets aan moeten doen. En het voorkomen van droogte, dat is eigenlijk heel gek. In Nederland altijd jarenlang het water afgevoerd overal. Maar eigenlijk gaat het nou gewoon te snel. Dus we zullen water moeten vasthouden. Kan prachtig in groen. Het vergroten van de populatie bestuivers. En dan ben ik ondertussen bij biodiversiteit aangekomen. Het gaat slecht met bijen. Het gaat slecht met hommels. Het gaat slecht met vlinders. En het komt vooral omdat we bloemarmoede hebben. Er zijn geen bloemen meer in Nederland. Waar je ook kijkt. Alles is of kort gemaaid. Of het is productiegras. Dus er is veel bloemarmoede. Kunnen we iets aan doen in de groene omgeving? Dan hebben we het voorkomen van plagen. Ik denk dat iedereen wel iets heeft gehoord over de processierups. Nou, de processierups die komt niet zomaar, maar de processierups, ja, dat komt vooral door het gebrek aan biodiversiteit. Er zijn dus eigenlijk geen predatoren. Kunnen we ook iets aan doen in groen? Ik laat straks wat voorbeelden zien. En dan het beschermen van soorten. Nou, recentelijk de konijn en de haas op de rode lijst. Dat is dus even schrikken. Soorten die je gewoon vroeger op je bord had, die dus nu op de rode lijst staan. Dan gaat het dus slecht met soorten. Ze moeten iets doen aan het beschermen van soorten. Nou, dan het verbeteren van de luchtkwaliteit. En dan ben ik aangekomen bij gezondheidsthema's. Het verhogen van de schaduwdruk. Huidkanker wordt een van de belangrijkste doodsoorzaken in de toekomst als we daar niet wat aan doen. Mensen smeren zich niet in, maar gaan wel door de zon. Dat levert veel huidproblemen op. Voorkomen van hart- en vaatziekten. Zijn plekken in Nederland, laat ik zo maar een voorbeeld van zien, waar 70% van de mensen al overgewicht heeft. Nou, dat gaat dus ook de verkeerde kant op. Het verbeteren van het geestelijk welzijn. Als je in een groene omgeving bent, ben je in het algemeen gelukkiger. En het verminderen van geluidsoverlast. Nou, het leuke van deze 11 thema's is dat je ze allemaal en gelijktijdig binnen de groene omgeving een plekje kan geven. En nou, daar gaat de groene waarde over. Ik loop er even doorheen. Hoe doen we dat dan? We kijken naar eerst een analyse van de huidige situatie op basis van open source data. Dat is de eerste stap die je doet in een project. Tweede is dat we thema's selecteren die op zo'n plek een rol spelen. Denk bijvoorbeeld, op de ene plek zal een hitte-eiland een probleem zijn, terwijl op de andere plek het meer over wateroverlast gaat. En het derde is dat we dan op basis van die thema's die we geselecteerd hebben gaan kijken welke projecten we moeten doen. En dan is het belangrijk, het gaat daarbij zowel om beheren, minder gaan maaien, anders gaan maaien, andere vegetaties inzaaien. Maar het gaat ook om inrichten, bijvoorbeeld het maken van wadi's of het planten van bossen. Nou, misschien is het leuk, ik zei net al dat we met stap 1 beginnen, de analyse van de data. Ik wil er gewoon even wat voorbeelden van geven, dat is denk ik wel leuk. En omdat we hier in de buurt van Venlo zijn, heb ik ook Venlo als stad genomen om daar even naar te kijken. Dit is de eerste, het voorkomen van hitte-eilanden. Dit is dus open source data.
Ja, jullie zien hier die extremen van 2018, 19 en 20. En hier zien we rechts Limburg in zijn geheel. Dan zie je dat er dus veel plekken zijn waar hitte-eilanden zijn. Belangrijke plekken, Kerkrade, Geleen bijvoorbeeld, Maastricht, maar ook Venlo, linksbovenin. En de kaart die hier aan de linkerkant te zien is, dat is Venlo. Zo'n plek die rood is, dat zijn plekken waar de gevoelstemperatuur op kan lopen tot 10 graden meer dan in het buitengebied. Hier even Venlo in detail. En ook de groene omgeving zien jullie hier erachter. En dan zie je dus, daar waar geen groen is, daar is veel warmte. Nou, logisch. Dus met groen kunnen we er iets aan doen. Dat laat dit plaatje ook zien van de WUR, Wageningen Universiteit. Links de situatie zonder groen en rechts de situatie met veel groen. Kan 8 graden schelen. Dat is natuurlijk nogal wat, hè? Als het ergens 38 graden wordt of het 38 graden is of 6, 47. Dus met groen kan je veel doen. Nou, ook op andere manieren kan het. Hier een voorbeeld van grasdaken en graswanden. Bepaalde plekken in bijvoorbeeld Antwerpen is het al verplicht als je iets nieuws maakt met een plat dak, dan moet er een grasdak op. En voor Leiden gaat dat ook gelden. Nou, dat gaat op heel veel plekken in Nederland gelden. Met groen zorgen dat het koeler wordt. En hier nog wat andere voorbeelden. Het mooie is, en dat is natuurlijk het bijzondere ook van de nieuwe waardeconcept, dat als je iets doet aan de hitte-eilanden, dat je biodiversiteit cadeau krijgt. Dus aan de ene kant doen, of zorgen dat de hitteproblemen worden opgelost, en aan de andere kant biodiversiteit cadeau krijgen. Dat krijg je als je koppelt. Laten we dan maar even naar de biodiversiteit gaan. Ik heb daar één plaatje. Ik had het al over de bloemarmoede. Dit is de situatie in Venlo. Hier zie je dat de groene plekjes, daar zijn nog locaties waar bestuivers nectar kunnen vinden of pollen. En dat is eigenlijk heel erg weinig. De rest van de plekken is dus geen enkele ruimte voor insecten, bijen of vlinders. Nou, die zijn er dan ook bijna niet. En het bijzondere is als je daar de contour overheen legt van het Nederlands Natuurnetwerk, dat is het paarse op de kaart, ja, dan zie je ook direct dat het nou net weer die plekken zijn die we al natuur noemen, waar nog bestuivers zijn en verder eigenlijk niet. Nou, dus we moeten werken aan biodiversiteit en dat kan dus in combinatie met die andere drie thema's. Nou, dan even naar gezondheid, hè. Het derde thema van de nieuwe waarde. Ik kijk alleen even nu naar voorkomen van hart- en vaatziektes. Al die andere thema's heb ik net genoemd, maar die gaan we nou even niet behandelen. Ik kijk even naar het overgewicht in Venlo en ik zei het net al, er zijn behoorlijke extremen. Er zijn dus wijken in Venlo waar het overgewicht tussen de 57% en 70% van de bevolking heeft dat dan. En obesitas, diezelfde wijken, er zijn wijken met 30% obesitas. 1 op de 3 mensen is obese. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Nou, hoe los je dat nou op? Kijk maar even hier, ik heb wat plaatjes van allerlei groene speeltuinen, groene schooltuinen. Stimuleren van bewegen in de stad is echt iets waar we echt aan moeten werken. Bijzonder is als je dat doet, dat je dan verkoeling en biodiversiteit en waterberging, als je dat slim doet, cadeau krijgt. Nou, ik zei het al, we beginnen met de nieuwe waarde, met de analyse. Ik net laten zien. Vervolgens maken we een keuze welke thema's precies een rol spelen. Nou, in Venlo is dat bijvoorbeeld het voorkomen van hitte-eilanden, maar ook het werken aan het vergroten van de populatie voor bestuivers. Dat werk ik nou verder niet verder uit. Vervolgens is het zo, als je je bekend bent met die thema's, dat je die dan binnen alle ontwikkelingen die in het groen plaatsvinden, in dit voorbeeld in Venlo, dat je daaraan gaat werken. Dus zowel binnen beheeropgaven als bij inrichtingsopgaven. Wat voorbeelden. Ik heb hier een voorbeeld van beheeropgaven. En dat is dat je anders gaat beheren. Je gaat bijvoorbeeld niet meer 30 keer maaien, maar nog maar 2 keer maaien. Moet je wel zorgen dat er een andere vegetatie staat. Je zaait andere mengsels in. Links onderin zien jullie een heemmengsel wat is ingezaaid. Waardoor je en biodiversiteit kan genereren, maar bijvoorbeeld ook kan werken aan het thema dat mensen zich geestelijk fijner voelen omdat ze veel natuur zien. En je ziet allerlei voorbeelden hier. Je ziet in het midden een waterkant die anders is beheerd. Daar is de beschoeiing naar beneden gedrukt, waardoor er een plasdras situatie ontstond. Waardoor je dus kruiden kan inzaaien. Je ziet een ander wegbeheer. Je ziet het rechtsboven in het op rillen leggen van tak- en tophout. Allerlei mogelijkheden om anders te gaan beheren. Dat is 1. Maar 2, dat is ook anders gaan inrichten. Ik heb hier wat voorbeelden van anders inrichten. Linksboven het maken van een wadi. Daaronder een natuurspeeltuin, dat was gewoon verhard. Maar daar hebben ze al het verharding uitgehaald. Het aanleggen van nieuwe houtwallen zie je helemaal links onderin. Je ziet het aanleggen van kleine pocket speelterreinen, fitnessterreinen in het midden. Je ziet grasdaken, maar dan niet met zeden, maar met vegetatie. Je ziet wadi's die vol zijn gezaaid met prachtige kruiden.
En je ziet het graven van een poel. Inrichtingsopgave. Dus het gaat bij de nieuwe waarden zowel om anders beheren als om anders inrichten. En dat anders beheren, dat is eigenlijk het laaghangend fruit. Daar kan je morgen mee beginnen. En het anders inrichten, ja, daar moet je plannen voor maken. Nou, wat is nou het resultaat? Dan kom ik tot het einde. Het resultaat is dat je door een integrale aanpak heel veel gratis bijproducten krijgt. Hè. Ik gaf net het voorbeeld. Als je iets doet aan bijvoorbeeld het anders maken van een speeltuin, dan krijg je biodiversiteit en verkoeling cadeau. Nou, die combi's moeten we gaan maken, anders redden we het niet. Dus ik zou zeggen, de nieuwe waarden, gewoon doen. Nou, het is een initiatief, de nieuwe waarden, is het laatste wat ik nog even zeg, van het communicatiebureau Imago, Stichting IKL en mijn adviesbureau Buiting Advies. En we hebben dit allemaal mogen maken, ondersteund door de provincie Limburg. Dank jullie wel.